En vandaag vond de kick-off van Earth Hour Suriname 2024 plaats. Het thema voor dit jaar is Your Hour, Your Power. De bedoeling is om de samenleving zodanig te mobiliseren en te inspireren om minstens 60 minuten, 1 uur dus, iets positiefs terug te doen voor de aarde. Earth Hour is een moment van eenheid dat mensen samenbrengt. De schijnwerpers zet op natuurverlies en de klimaatcrisis en inspireert om actie te ondernemen en te pleiten voor dringende verandering. Ook dit jaar wordt er samengewerkt om van één Earth Hour honderden, duizenden of zelfs miljoenen uren actie te maken voor ons enig gedeeld huis, de aarde. Tussen 1 februari en 23 maart zit in de pijplijn zoveel mogelijk uren terug te geven aan de aarde. Dit kan voor elkaar komen als de Surinaamse samenleving haar deel doet, meent Marleen van Charante Stoffelen, Communication Officer van WWF. We weten waar de situatie in het land is. Sommige mensen leven zelf van dag tot dag. Maar dan ook kan je een bijdrage leveren aan het tegengaan van klimaatsverandering, aldus van Charante Stoffelen. Waar we ons ook wel van bewust zijn, is dat er natuurlijk ook in ons land is er ook genoeg problematiek waardoor er mensen van dag tot dag leven. We kunnen ook niet verwachten van mensen die van dag tot dag leven dat ze in één keer zich druk gaan maken over het wel of niet gebruiken van een plastic zak. Dus het gaat wat dat betreft om die inactive middle, die hele groep die daartussen zit. En die is gelukkig heel groot, dus we kunnen veel impact bewerkstelligen. Dus we hebben die webpage, earthhoursuriname.com, wel ook heel erg mobile friendly gebouwd. Zodat je vanuit overal in Suriname, waar je maar bereik hebt, kan je eigenlijk meedoen om bij te dragen aan deze Earth Hour. Het is ook zo dat we hem wel live gaan uitzenden. Zowel op social media als op tv, waardoor het ook vanuit heel Suriname te volgen is. En WWF heeft natuurlijk wel, juist niet in de stad, maar in andere delen van het land, haar projecten. Het doel is om mensen zodanig te overtuigen een ander levensstijl te hanteren, zodat klimaatsverandering in mindere mate geschiet. Alle uren die terug worden gegeven, worden dan opgeteld door middel van de Hour Bank. Dit is een website die alle uren verzamelt en toont. Van Charante Stoffelen vertelt over de betrouwbaarheid van de site. De site is zodanig betrouwbaar dat wij de uren die worden geregistreerd, daar zit een handmatige check op. Er is echt iemand die naar alle inzendingen kijkt en gaat kijken, oké, deze foto, lijkt dat op de activiteit die is omschreven en is het logisch dat daarbij dan dit aantal uren gebankt zou zijn. Als jij zegt, hé, ik ben een yoga ding gaan doen in mijn eentje en ik heb daar 12 uur mee gebankt, denk ik, nou, dan heb je wel heel erg lang yoga gedaan, weet je, dat is een beetje gek. Dus dan kan het dat we dat niet goedkeuren. Maar je kan het natuurlijk nooit waterdicht maken. Als iemand iets doet waarbij die elementen kloppen, ja, dan gaan we gewoon uit van de positiviteit van de mensen, dat ze dit ook eerlijk willen doen.